Het Pinkpop-icoon. Twee zelfs heb ik net gehoord. Ene, hier. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk gemaakt. In begin jaren 70, 73 is gemaakt door een collega van Jan Smeerts, de tekenaar, Bert Abel uit Eindhoven. En dat is eigenlijk gewoon als pop getekend en wie 35 jaar Pinkpop, toen dacht van, hé, laten we eens een echte pop maken. En dat is ze dus. En allerlei rommelmarkten afgegangen, want de handjes moeten zo en niet zo. Hè? Toen een gezichtje, want dat moet get groter zijn als de pop. En dan houden ze nog klein uitje, dat voor echte ogen van een etalagepop. Dus ganse grote erin gezet. En toen, ja, toen begon ze te leken. En hoe eerlijk net, Geert besteedt ook een Pinkpop-icoon. Kun je dat eens toelichten? Nou ja, toevallig wordt het zo dat in 1970 het eerste Pinkpop hoog net in de filmcamera. Ik denk dat ze gaat Frunk filmen. Vier zijn het enige popfestival ter wereld, waar vanaf de eerste uitgave bewegende beelden in kleur zijn. Niet voor Paul McCartney. Nee, niet zo dat ding. Rammstein. Richtig. En Red Hot Chili Peppers. Ga ik voor Rammstein. Rammstein, ja? Ja. Paul McCartney en dat is allemaal van de oude stempel, dat is niet van mijn generatie. Hou ik niet van. We waren gistermiddag ook al hier. Wie heeft ze dat uitgehouden? Gewoon doen. Een paar biertjes drinken en... Was het niet koud vannacht? Wel, maar ik was er redelijk goed op voorbereid, dus ik viel wees mee, eigenlijk. Wachten waar. Het eerste keertje. Gefeliciteerd. Dank je. Wie voelt dat? Ja, goed. Geweldig. Opgelucht. En dan nog door Mr. Pinkpop hemzelf. Ja, ook leuk. Ja. Mooie bijkomstigheid. Ja, leuk. Wachten waard geweest. Ja, altijd. En dan mag ik naar Pinkpop. Dankjewel. Hoe lang zong Sally? Gisterochtend, 11 uur, half 12, ze gaat worden weer. Dus heb je bijna 24 uur gestangen? Ja. Hoe ben je de nacht doorgekomen? Koud. Heel koud. Ja. Heb ze waar? Ja, ik heb ze. Ik kan zeker nog naar Pinkpop gaan. Wat die armen zijn in de hand in de kamer, want er staat een 1 op, hè, zelfs. Ja, zeker. Heb je dat zelf gedaan, ongerein, of is dat afgesproken? Ja, eigenlijk dat iedereen weet dat. De eerste dat schrijft zijn nummer op de hand en geeft het door naar de volgende. En de mensen die van de winkel houden zich daar aan. Iedereen in de rij. Dat is wel netjes. En maar voor welke band heb ze nu eigenlijk al die keertjes gekocht? Ja, in principe niks speciaals, maar Red Hot Chili Peppers willen gewoon echt gaan zien. Die vind ik wel vet. Het eerste keertje verkocht naar de rug. Blijft dat altijd een speciaal moment? Ik kan me nog herinneren, het eerste keer dat ik ooit verkocht voor een concert van Prins in Maastricht. Theater de Vrijdorf, met een kilometer mensen in de rij stonden. Dat geeft, en ook Pinkpop, dat geeft altijd een bepaald moment, joh. Dan is de kop voor ons de kop eraf. Dan is het startschot. Startschot. Voor wie sta je in de rij buiten de kaartjes? Eigenlijk voor mezelf vooral. Dus, ja. Wie wil je gaan zien? Ja, vooral Paul McCartney. Dat, ook Paul McCartney? Ja, ook ja. En hoe zit je net aankomen, Rie? Wie vult het dan om die mensenmassa te zien? Nou, enerzijds moet ik zeggen, potverdomme jongens, wat hebben we toch weer veroorzaakt? Kan dat ook op een andere manier, maar ik zou ook niet weten wat, waarom. En ik ben natuurlijk altijd bezorgd, zeker omdat het slecht weer is, de gunstige min om in de regen te staan. Daarom hoop ik dat het echt prachtig weer wordt met Pinkpop natuurlijk. Kan dat mooi gecompenseerd worden. Mensen trotseren weer en wind voor het festival, dus dat zit toch bij de lui in de harten. We liggen hier vanaf 11 uur 's avonds en ik word al nog 29ste, dus het wordt nog maar even kijken of we wel prijzen hebben. Maar we hebben ze. Volgend jaar weer. Dus we zitten? Nee, van Ach. Van Ach? Kunnen ze in Ach geen kaartjes verkopen dan? Hebben ze niet. Nee. Ik kom speciaal naar zitten, maar mij heeft mij toch afgezet. Kunt u die ook weer halen? Ja. Ga ik lekker naar bed, volgens mij heb ze het nodig. Dit jaar is ook een mooi programma. Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Er zijn 6, 7 mensen de hele jaar mee bezig. En het is ontzettend moeilijk ook dit jaar geweest dat we proberen de balans te brengen in alle dagen, voor alle mensen, voor 3 generaties.
En dan vallen ook sommige groepen af waarvan ik dan zeg tegen de programmacommissie: potverdomme, waarom heb ik het daar niet gepakt? We kennen maar 44 groepen hebben, dus dat is een probleem. Pinkpop Het wil alle groepen het maximale aantal mensen geven. En dat betekent ook dat we niet, zoals sommige festivals kunnen zeggen, we hebben 150 groepen. Maar die kunnen ze toch niet zien. Jij staat in de rij voor Pinkpopkaartjes. Voor ja, welke band ga je dan? Ik ga voor Paul McCartney. Echt alleen maar, ja, niet alleen maar voor Paul McCartney. Ook wel voor de staat en wat komt er nog meer? Lucas Hamming. Maar echt vooral voor Paul McCartney. En kan je er eens een vertellen, dat is afgevallen? Oh, daar zijn er zoveel afgevallen, dat wil je niet weten. Te beginnen natuurlijk iedereen, waar in het begin ook Pearl Jam beloofd. Maar op een gegeven moment zei Pearl Jam, we don't do festivals in Europe in 2016. Maybe 2017. Ja, dan schrijft Pearl Jam weer door. Niet voor Paul McCartney, als ik een beetje u aankijk, schat ik u in dat hij dat toch misschien nog een klein beetje heeft meegemaakt. Dat is een zumpert, sorry. Dat is mijn muziek niet. In een zumpert? In een zumpert, ja. Je komt uit België zo te horen. En ja, wat, jongens, wat is in een zumpert? Een zeig. Een zeig. Red Hot Chili Peppers dan? Nee. Je gaat puur voor Rammstein. Ja. Op dezelfde dag is ook Doe Maar geprogrammeerd. Schandalig, hè? Nu zijn ik bewerkter, komen ook bepaalde artiesten wat hier hebben. Wie zit dat? Is dat dan nog wel interessant om die dan naar Pinkpop te halen? Ja, dat is toch de eeuwige discussie. Vier zeggen zelf, België is België, Nederland is Nederland. Dus er zijn heel genoeg mensen die naar ook werken gewoon. Er gaan wel veel Brabanders zijn, moet ik zeggen. Maar op dit moment is de belangstelling van Pinkpop dermate groot. Het is wel zo, vier hebben een voordeel omdat we het eerste zijn in het seizoen. Daar heb ik het even niet over Paaspop, maar Pinkpop is natuurlijk wel het eerste. En sommige mensen willen gewoon, en dat zijn er heel veel, direct van begin af aan die groepen zijn. En dan zien ze nog wel of ze naar werk te gaan. Misschien kopen ze twee keertjes, dat weten ze nooit. Nou, en wat heb je met Paul McCartney? Ik vind Beatles en zo en zijn muziek gewoon echt heel tof. Dus ze zeggen wel rollator rock, maar volgens mij spreekt het de jeugd ook nog steeds aan, hoor. Dus gewoon echte muziek? Ja. Muziek met inhoud. Juist. Wie heb je Paul McCartney gestrikt? Want dat is toch wel een dingetje geweest, hè, afgelopen week? Dat was afgelopen jaren al een punt van waarvoor we het over gehad hebben. En als ze, daarom is het altijd heel gevaarlijk. Als je die drie letse namen hebt ingevuld, dan kan ik Paul McCartney niet bellen. Wie het wil, of de manager. Want dan heb ik geen headline positie te vergeven. En dat heet het om. Dan moet ze een headline positie hebben. Wat interessant brieven. Om de Lutte nooit toe te laten komen. Maar ook voor dat is, moet het interessant blijven. Wel een leuk feestje, dankjewel. Hopelijk, oké. Okay.